De nieuwe eigenaar van Villa Vredelust is zijn belofte om het Rijksmonument te restaureren opnieuw niet nagekomen. In januari kocht hij het pand van de gemeente over om een toprestaurant te beginnen. In april zouden de renovaties starten, maar dat is tot op heden nog steeds niet gebeurd. De makelaar Twalmaber heeft de gemeente laten weten dat er een supervisor aangesteld wordt, zodat er eind deze maand een plan van aanpak gaat komen.